Welkom bij een nieuwe piepshow. En ik zou zeggen, ga er maar even voor zitten. Want we hebben weer wat materiaal. Dat zijn van die weken dat er dingen gebeuren. Ja, en dan... Ik snap er gewoon helemaal niks meer van. Het is bizar. En waar ik het vooral over ga hebben, samen met jou, is Activision Blizzard. Ik heb een tijdlijn gemaakt van wat er allemaal gebeurd is, chronologisch. En dan kom ik uiteindelijk bij het artikel van 16 november. Dat was dus vorige week van The Wall Street Journal, die een bom heeft gelegd werkelijk onder Bobby Kotick en Activision. En ik laat een beetje zien hoe dat... Ja, wat nu zo ontzettend wringt en wat nu eigenlijk... Ja, ik zie, we hebben het er vaak ook over Ubisoft gehad. Wat daar ook een beetje niet oké is als een baas van een bedrijf waar dingen, waar misstanden dus zijn gebeurd, besluiten zegt van ja, maar ik ga ervoor zorgen dat het allemaal goed komt. Ja, ja. En goed, laten we even beginnen. Het is een beetje een timeline. Follow me. 20 juli kwamen dus voor het eerst een aanklacht aan het adres van Activision Blizzard. En die aanklachten gingen, ik hou het even heel simpel, over sexual harassment en bullying. Oftewel pesten, harassen van mensen, vrouwen, maar ook mannen nu blijkt. Die gewoon niet meegingen in de werkcultuur van Activision. Een giftige werkcultuur. Giftige werkcultuur. Bobby Kotick zei al vrij snel, ik ga ervoor zorgen dat dit gaat... Dit mag niet gebeuren. Dit past niet bij de bedrijfsfilosofie en cultuur van Activision. Ik heb dit niet echt... Ja, het is voor mij nog voor een deel nieuw. Ik ga dit aanpakken, jongens. Dit gaat helemaal goed komen. Ik ga dit oplossen. Nou, in die vrij snel al, 21, 22 juli, gingen meerdere mensen bij Blizzard. Want het focuste eerst heel erg op Blizzard. Die gingen al nat en die zeiden ook van... we hebben dit gewoon niet goed gedaan. Dit is niet de aanpak, het bedrijfscultuur zoals die er is. Dat had niet mogen gebeuren. Dus eigenlijk gaven ze het een beetje toe. Maar op 23 juli, en deze mail, Boosje, hou je straks vast. Dit is bizar. Fran Townsend, dat is de mevrouw, die komt van de, volgens mij, de NSA. Dat is die mevrouw die dus al met spionage heeft meegemaakt. Die was door Activision ingehuurd om dat bedrijf ook mede te leiden. En maar ook om een twist te geven aan dit hele probleem. Zodat ze hopelijk een soort van deze shitstorm een beetje zouden ontwijken. Juist, inderdaad. Nou, in die mail, die zei eigenlijk gewoon heel stel... Nou, ja, die aanklacht... Zo is het nou ook weer niet helemaal. Dus eigenlijk downgraden ze het een beetje allemaal. Het was niet zo erg als het was. Er stonden feitelijk onjuistheden in. Ze bagatelliseerden het. Nou, ja. 27 juli meldt Bobby Kotick het personeel. Hij zegt, ik ga alle claims onderzoeken. Ik ga luistersessies houden. Ik ga persoonlijke... Ik ga dingen veranderen in het personeel. Waarop we mensen aannemen. Dat gaat veranderen, het hele proces. Bladibla. En iedereen die ook maar enigszins hiermee te maken heeft, die ga ik voor zorgen dat die claim aan de broek krijgt. En hier staat ook, imposing appropriate consequences will be terminated. Oftewel, die vliegt gewoon de fucking laan uit. 28 oktober, we gaan verder in de tijd. Het probleem is eigenlijk nog steeds niet opgelost. Het rommelt een beetje. Af en toe komen de mensen naar buiten die zeiden, ja, het is nu... Hè? Denk ook aan Ubisoft. Het is nu al een periode verder. Er verandert niet zoveel. Die mensen zijn niet weg. Bladibla. Bobby Kotick zegt, ik ga het oplossen. Sterker nog, ik besluit bij deze mijn salaris op te geven. Ik ga voor 62.500. Dat schijnt dus het normale salaris. Vind ik toch trouwens niet eens heel zo slecht salaris eigenlijk. $62.500. In dollars, ja. Maar goed, voor zo'n functie wel natuurlijk. Ja, nee, maar goed. Hij gaat voor een normaal werksalaris gaat hij werken. Net zolang tot... de onderste steen boven is en de boel is opgelost. Nou, iedereen zegt van wauw, wat een vette stap van deze man. Anyway, dan 2 november, Jen O'Neill, die was ingehuurd om samen met Mike Ibarra het bedrijf te leiden. Dus man, vrouw, want inclusiviteit en gelijkheid, et cetera. Nou, na 3 maanden stapt zij alweer op en zij zegt, ik heb gewoon minder salaris gekregen dan Mike Ibarra, ondanks dat ik daar naar gevraagd heb. En dan zegt ze van, I've been tokenized, marginalized and discriminated en sexual arrest. Die mevrouw stapt dus onmiddellijk op. Dus dat is eigenlijk al niet een heel goed teken. En dan 16 november komt een artikel in de Wall Street Journal. Ik zal het linkje erbij plaatsen in de tekst. En dat artikel zegt 2 dingen eigenlijk met een bijzonder goede onderbouwing, ook met e-mails, alles erop en eraan. Kotick wist van alles.
Cottage deed zelfs mee. Ja. Nou, goed. Dan gaan we even, even kijken. Cottage wist van alles. Bobby Cottage heeft alle tijd geweten van de beschuldigingen van seksueel misbruik en intimidatie, maar heeft dit vaak niet medegedeeld met het bestuur. Beschuldigingen van verkrachting bijvoorbeeld, die rechtstreeks naar Cottage gemeld zouden zijn, daar deed hij weinig mee. Nou, ik ga wat voorbeelden noemen. Dan Bunting, hij is co-hoofd van Treyarch, heeft een vrouwelijke medewerker in 2017 seksueel lastiggevallen. Ondanks aanbevelingen van HR dat hij eruit moest, niet ontslagen, want Cottage zei, de man heeft zoveel betekend voor Call of Duty, dat kunnen we gewoon niet maken. Hij is inmiddels na dat artikel is hij wel uit zichzelf opgestapt. Mm-hmm. Edward Rurik, ook een, die heeft een female employee sexual harassed 2017 tijdens een feest. Dat schijnt echt, dat is een beetje een wederkerend gegeven. Ze houden feesten, ja, ze houden veel feesten, veel drank. Ubisoft ook, hè? Ja, ja, inderdaad. Deze man krijgt na deze sexual harassment, dat was bewezen verklaar. Bobby Cottage zegt 2 weken thuis en daarna mag je gewoon weer blijven werken. Even kijken, wat hebben we nog meer? Maar wat is die harassment dan precies? Ik vind het zo moeilijk. Ik vind die beschuldigingen namelijk ook moeilijk. Weet ja. Je? Ik bedoel, ik heb het idee aan alle kanten wordt hier shit gewoon, wordt gewoon met modder gegooid naar elkaar natuurlijk. Ja, ik denk dat we hebben een aantal gevallen ook van verkrachting. Want dit is dus de volgende die ik noem. Mm-hmm. Die mevrouw is verkracht. Door Bobby Cottage. Niet door Bobby Cottage, no. Maar door iemand bij Sledgehammer. Uiteindelijk is het gesetteld. Maar Bobby Cottage heeft dat niet doorgegeven aan het bestuur dat dit gebeurt. Hij heeft dat onderhands proberen te regelen. Ik denk dat harassment, wat ik een beetje kan lezen, is vooral... bijvoorbeeld iemand beschrijft dus tijdens zo'n feest. Dat was vaak in een stripclub met naakte vrouwen overal. En de vrouwen die aanwezig waren van het dingen werd dan door de mannen gezegd... Drink, drink, daar word je lekker los van. En dan werd er betast en ik wil met je naar bed of ga met me mee. En dan zei zo'n vrouw nee. En dan ging het door en dan ging het door en dan ging het door. En ja, ja. Dat is het gewoon vervelend, laat ik het zo zeggen. Even kijken, gaan we even verder. 30 vrouwelijke medewerkers in 2020 van de e-sports division gaven ook aan... Unwanted touching, demeaning comments, exclusion from important meetings. Dat is natuurlijk ook, hè. Ze werden ook nog eens uitgesloten, minder betaald. Je hebt de kwestie borstvoeden. Dat moest allemaal in het openbaar. Wat borstvoeden moest je? Borstvoeden, ja, vrouwen. Die deur kon niet op slot. Dus wat, mannen maar gingen ze dan zaten kijken. Met hun baby en mannen vinden het leuk om daar naar te kijken. Ja, dat soort dingen allemaal. En dan kon de deur niet op slot. Bobby Cottage was hier, die wist dit, maar heeft er gewoon weinig mee gedaan uiteindelijk. Jen O'Neill is dus bewust minder betaald totdat ze zei, ik ga opstappen Bobby. Hm. En toen kwam hij opeens wel met een pay raise. En dan hebben we Bobby Cottage. Is er dit zelf. Is Jen O'Neill, daar kijken we nu. Ja, dit is Jen O'Neill. En waarom is zij zo'n big deal bij dat bedrijf? Waar komt ze vandaan? Ik weet niet. Nou, ze komt uit het bedrijf zelf. Oh, okay. Ze is helemaal opgegroeid, maar zij is toen door Bobby Cottage gezegd van, oké, jij gaat nu met Mike Ibarra, gaan jullie samen het bedrijf leiden, laten zien. Er moet ook een vrouw aan de top. Maar ze kreeg dus minder betaald. En ze zegt, ja ik werd ook al, en dat merk je straks ook wel, ik voel me eigenlijk ook niet zo lang hier. Dan, Bobby Cottage heeft er zelf aan meegedaan. Hij is door meerdere vrouwen beschuldigd afgelopen jaar van mistreatment in en outside the workplace. In some instances he has worked to settle the complaints quickly and quietly according to people familiar with the incidents and documents. In 2006 heeft een van zijn assistenten gezegd dat hij haar lastig gevallen had, sexual harassed. En uiteindelijk in een voicemail heeft ingesproken en die is dan weer beluisterd door de Wall Street Journal. Dat hij zei, als je ermee naar buiten komt, dan kill ik je, dan maak ik je dood. Uiteindelijk zegt en hij... En dat is beluisterde de Wall Street Journal. Ja, dat is inderdaad... Maar luister, ik vind namelijk van al die moddergooierij... heb ik zoiets van, oké, het is een beetje he said, she said. Ja. Maar dit soort dingen, als dit gebeurd is... dat hij een medewerker met de dood heeft bedreigd... Ja. En op de meest schandelijke manier misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie. Ja. Dat is eigenlijk wat hij gedaan heeft. Nee, hij zegt, hij settled the matter out of court. Dus dit is ontslag op staande voet. Het maakt niet uit wat hij settelt. Dit is, als jij een raad van bestuur hebt en je bent een knip voor je neus waard. Ja. Dan als dat gebeurt, dan is het gewoon einde oefening, klaar, wegwezen. Ben ik helemaal met je eens. Uiteindelijk zegt hij nu op dit moment, of een woordvoerder van, in the heat of the moment. Zo moet je dat niet zien. Maar dat is algemeen altijd wat mensen zeggen. In the heat of the moment. 2007 is die door een stewardess aangeklaagd. Die werd sexual harassed door een collega van Bobby Cottage in hun private jet. En zij werd daarop door Mr. Cottage ontslagen.
Oké. Nadat ze gearrest was. Of nadat ze geklaagd had. Dat ze geklaagd had. Inderdaad, van ja, deze man heeft dit. Hij was er waarschijnlijk ook zelf bij. En dan Jennifer O'Neill. Die zat dus al binnen het bedrijf. Ze zegt, in 2007 moest ik met Cottage mee naar een feest met topless vrouwen. Daar werd dus echt opgeroepen om jongens lekker veel drinken en lekker los doen en dat soort dingen allemaal. Dat voelde zich niet helemaal. Maar kijk, dat vind ik nou weer het andere uiterste. Weet je? Kijk, ik snap dat je kunt misschien zeggen, oké, misschien is het smaakloos om een bedrijfsuitje in een stripclub te doen. Ja. Allah, weet je. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, dat iedereen oproept om, weet je, dat is fucking elk feest, weet je. Ik bedoel, wil jij nog wat drinken, jee? Ja. Nou, nee, ik moet nog rijden. Ah, kom op, weet je. Ik regel een Uber, whatever, weet je. Ik bedoel, dat is toch hoe feestjes gaan. Is dat dan en dan, weet je, dat is de andere kant. Ik kan me ook gewoon voorstellen, hier mensen ruiken geld hier. Dus die hebben gewoon zoiets van, ja, maar ik voelde me zo ontzettend in een hoek gezet toen Bobby Kotz iets zei van met een Uber naar huis of weet ik veel. Dat ik ook zoiets heb van, ja, ik snap gasten denken hier geld uit te halen. Dus dan krijg je natuurlijk ook, dan krijg je ook een boel beschuldigingen. Inderdaad, sinds de aanklacht van juli zijn er meer dan 500 aanklachten nu ingediend door personeel. 500 van de 10.000, hè? Dat is wel veel. Dat is wel veel, inderdaad. Ja. Nu wordt het echt heel grappig. Grappig, eigenlijk pijnlijk. Die mail van Fran Townsend. Die is dus niet door Fran Townsend geschreven. Oh. Maar door Bobby Kotick. Die hebben we een keertje gelezen, die mail. Onder haar alias, bewust. Zo. Ja. Jesus. Dat wordt nu inmiddels ook wel een beetje toegegeven. Sowieso. Bobby Kotick approves most eternal company-wide emails as well as media response. Oftewel, hij bepaalt eigenlijk alles wat er naar buiten gaat. Ja. He drafted the email himself, then he directed that it be sent under Townsend's name. Like, because she was one of the few women executives at the company run predominantly by men. Maar dat wordt nog gekker. Het zegt wel wat over hoe hij denkt. Hè? Inderdaad. Dat is interessant. Het wordt nog gekker, Boris. Dan ontstaat die shitstorm van, wat is dit voor een toondeffe e-mail? Ja. Volgens zegt hij, Cottage heeft dus die e-mail bekritiseerd. Die heeft gezegd, ja, Fran Townsend, dat was niet, die was een beetje toondoof, terwijl die hem dus zelf gemaakt heeft. Bizar. Ja, dus hij, je ziet ook dat die mensen dus zich en toen is die Fran Townsend is opgestapt. Die is ook nog later weer weggegaan, inderdaad. Ja, dat had ik al gelijk gedaan, weet je. Als hij briefje of e-mailtjes uit mijn naam zou schrijven, dan zou ik ook weg zijn. Ja, ook dat. Dan tot slot, antwoord van Activision op artikel. Misleading view of the company and our CEO. The article ignores important changes on the way to make this industry's most welcoming and inclusive workplace. Blah, precies blah. Wat Ubisoft op dit moment natuurlijk ook zegt. Gevolgen, daar hebben we even, daar ben je altijd goed in. Het aandeel, dames en heren. Ja. Het aandeel van Activision Blizzard. Als het goed is, hebben we daar een plaatje van. En daar zie je mee, dan moet het pipje, gaat zo eventjes weg. En dan zie je dus, dit is van een maand. Je ziet iets voorbij 12 november. Het artikel zie je. Bij 16 november, daarna is het helemaal naar beneden gegaan. Ja. Je ziet al op een gegeven moment, dat zijn al die momenten in oktober al, dat die onheil hangt boven Bobby Kotick. Hij is zich aan het, in allerlei bochten aan het wringen om het goed te krijgen. Ja. En vervolgens 20% daling. Ja, zegt de Wall Street Journal, hij heeft het geweten. Sterker nog, hij maakt onderdeel uit. Ik wil niet zeggen dat hij het bewust propagandiseert. Hij maakt onderdeel uit van die frat culture daar. Ja. Mannen onder elkaar lachen. Aandeel zakt dus weg. Er is een activistische groep van aandeelhouders die vindt dat hij weg moet. Op dit moment 3000 werknemers van de 10.000 hebben een petitie ondertekend dat hij weg moet. Wow. En nu, dit vind ik ook wel een teken aan de wand. Zowel PlayStation als Xbox, Jim Ryan en Phil Spencer hebben duidelijk nu in een openbare communiqué aangegeven dat ze dit verontrustend willen en dat Activision niet goed bezig is. Ryan zegt, we're disheartened and frankly stunned to read that Activision has done not enough to address a deep-seated culture of discrimination and harassment. En Phil Spencer zegt, he's evaluating, zegt hij, disturbed and deeply troubled by horrific events and actions, and he is evaluating all aspects of our relationship with Activision Blizzard and making ongoing proactive adjustments. Ja. Dit laatste zegt natuurlijk ook heel veel. Als zowel PlayStation en wie weet is het zelf ook een beetje zo, oh, dan moet ik me ook mijn afstand van nemen, weet je wel. Maar dat is natuurlijk wel
waar aandelen nog verder dan van naar beneden gaan. Ja, nou, het is, ik vind dit fascinerend op heel veel verschillende. Ja. Kijk, het is heel makkelijk om te zeggen van Bobby Kotick is een lul, die moet weg. Ja, maar goed, weet je, ik denk dat dat duidelijk is. Mm-hmm. Maar voordat dit gebeurde was hij ook al een lul. En ja, ik denk dat wij al zeker 15 of 20 jaar zeggen dat hij weg moet. Even, mag ik even aan toevoegen? Ja. Want een van de redenen waarom die zit is dat raad van bestuur. Want het raad van bestuur binnen een bedrijf is eigenlijk zijn de personen die kunnen zeggen, jij gaat weg. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de onafhankelijke. Die kunnen de CEO ontslaan. Precies. Klopt. Over het algemeen zou dat onafhankelijk moeten zijn. Maar dit zijn allemaal mensen die er al bijna tussen de 15 en de 20 jaar zitten. En dat samen met hem natuurlijk ook heel veel geld verdiend hebben dankzij hem. En ja, dat, die voelen zich natuurlijk ook verbonden aan hem. Van oké, maar wat als hij weg moet, ja, dan ben ik ook de lul. Ja, maar daarmee schets je precies het probleem. De cultuur binnen dit bedrijf komt van de top. En dat is hetzelfde als bij Ubisoft. Op het moment dat je dit soort ego-gedreven CEO's hebt. Mm-hmm. En daar ga ik zo over door, want dat is namelijk het grote probleem. Ja. Dit soort figuren creëren in hun kielzocht de cultuur waarin dit kan ontstaan. Mm-hmm. En weet je, ik bedoel, met een korrel zout. Want ik realiseer me, deze mensen, het zijn zijn Amerikanen. Dan zitten ze ook nog eens een keer in Californië. Mm-hmm. Zitten ze ook nog eens een keer in de gamesindustrie, waarin het personeel over het algemeen extreem jong. Mm-hmm. En heel erg social justice is, als het ware. Dus ze hebben het slechtste van alle wereld te pakken. Want hetzelfde is zonder twijfel aan de hand, weet ik wel, bij grote banken, bij allerlei soorten bedrijven, mm-hmm, heb je dit. Weet je, maar goed, dit is de gamesindustrie. En dus in die zin, net even verkeerd om zo'n cultuur te hebben op dit ogenblik. Bobby Kotick is gewoon iemand die altijd vanuit zijn spreadsheet ondernomen heeft. Mm-hmm. Weet je, hij is gewoon iemand die meer verstand heeft van finance dan van het runnen van een bedrijf. En dat zou je kunnen zeggen van de meeste van die grote CEO's. John Riccitiello was hetzelfde bij EA in de tijd. Eigenlijk komt hij beter tot zijn recht bij Unity nu dan dat hij ooit bij EA heeft gedaan. Mm-hmm. Niet dat die bedrijven niet slecht of niet goed hebben gepresteerd. Dat hebben ze wel degelijk goed gedaan. Maar dat heeft niet zoveel met hem te maken. Nee. Hij heeft dit soort gasten zijn meer bezig met het financieren van de hele toko, met beursgangen, met het oppompen van het aandeel, met het terugkopen van aandeel, met daar constructies voor verzinnen samen dan met banken, mensen. Dan met mensen. Ze zijn niet bezig met ondernemen, ze zijn bezig met financieren. En dat is een hele aparte tak. Dus je ziet dat in veel van dat soort bedrijven dat eigenlijk zo'n CFO, zo'n Chief Financial Officer, mm-hmm, op een gegeven moment gewoon CEO wordt. Ja. En daar de scepter zwaait met hun Excel spreadsheet. Ja. Nou, dat zie je, de gevolgen daarvan zie je heel goed bij Blizzard. Weet je, daar zie je dat terugkomen. Maar je ziet het ook bij Activision zelf. Mm-hmm. Nou, nu zie je eigenlijk vanuit de gelederen een soort opstand over die CEO, die ego-gedreven CEO's. Dat zien we. We zien het bij Ubisoft, waar natuurlijk onze kleine vriend Yves Guillemot exact hetzelfde is. Ja. Kortiet zien we het. Bij EA gaan ook zulke geluiden. Nou goed, er zijn er wel meer. 2K hebben we dit nu gezien. Mm-hmm. Het is allemaal een beetje hetzelfde verhaal. En die mensen die zullen hier niet aan toegeven, omdat ze niet leven in een wereld waar ze iets fout hebben gedaan. Ze zijn zo gewend om de hele boel naar hun hand te zetten. En dat zie je ook, weet je, in die correspondentie, in het feit dat hij die e-mailtje zelf schrijft voor die friend. Dan zie je gewoon van ja, hij is gewoon gewend om zijn zin te krijgen en om alles aan zijn hand te zetten. Ja. En dat is met al die gasten zo. En als je dan denkt dat je een cultuur binnen een bedrijf kunt veranderen met die gasten aan het roer, dan vergis je je. Nee. Want zodra het namelijk op hun terrein komt, zullen ze de boot afhalen. Ja, dat zie je gewoon letterlijk niet gebeuren. Ja. Dus in die zin, dit bedrijf heeft geen toekomst onder Kotick. Omdat we zijn, kijk of je het nou leuk vindt of niet, we zijn een nieuw tijdperk ingegaan waarbij de inclusivity en zo allemaal veel meer op de voorgrond zijn verschenen. Ja. En zwaarder wegen. En dat betekent dat de mensen die niet binnen zo'n cultuur passen, die vliegen eruit. Ja. Maar ik zat te kijken van ja, hoe doen bedrijven dat anders? Mm-hmm. En een bedrijf wat wij van dichtbij heel erg goed kennen is Microsoft bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik heb een keertje laten vertellen. Ik bedoel, door de jaren heb ik veel mensen leren kennen die bij Microsoft werken en daar inmiddels ook helemaal in de top zitten. En dan vraag ik ze van hoe werkt dat? Nou, waarom is dat anders bij Microsoft dan bij bijvoorbeeld Activision of pak een beetje elk ander bedrijf? En dan zie je gewoon van Microsoft heeft bijvoorbeeld vanaf al heel vroeg, vanaf in de begin jaren 90, doen zij bijvoorbeeld een soort psychologische tests voor hun personeel. En wat je ook merkt bij als je bijvoorbeeld iemand bent die heel erg gedreven wordt door ego, dan maak je bij Microsoft geen
carrière mogelijkheid. Okay. Dat kan bijna niet, weet je. Nou is het niet zo dat het bij andere bedrijven helemaal anders is, maar bij Ubisoft bijvoorbeeld, daar zie je ook al dat... er wordt wel naar gekeken, maar op zich, het is bedrijven zo klein dat het wel lukt. En vaak in de top zie je dat soort mensen wel. Nou, bij Activision exact hetzelfde. Dus bij Ubisoft of bij Microsoft zie je dat dat anders is. Omdat die, ja, weet je, mensen die in feite niet passen binnen dat plaatje waarbij die ideeën van inclusivity en gelijkheid en weet ik veel, en juist overleg en gelijkwaardigheid niet passen. Die mensen komen helemaal niet door die bedrijfslagen heen. En dat is interessant, weet je. En ik moet je zeggen, ik ben helemaal niet zo... Kijk, wat op het moment dat er concrete beschuldigingen liggen, zoals een Bobby Kotick die tegen een medewerker zegt van ja, ik maak je dood als je dit zegt. Ja. ik weet niet, maar dat gaat zo ontzettend veel te ver. Dat is een concrete beschuldiging. Daar kan je wat mee. Ja, weet je? Een verkrachting, een bedreiging, weet ik veel, daar kan je wat mee. Mm-hmm. Weet je, iemand die zich gediscrimineerd voelt omdat, weet ik veel, tijdens een feestje. Ja. Oké, weet je, gevoelens. Ja, ik weet het niet, man. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gevoelens. Maar dit soort dingen heb je nodig. Je hebt die concrete beschuldigingen nodig. Van toen is er dat gebeurd, toen is er dat gebeurd. Nou, en hier zie je gewoon, Bobby Kotick heeft het veel te bont gemaakt. Heeft zelf zijn hand boven het hoofd gehouden van de mensen die het ook veel te bont hebben gemaakt. Mm-hmm. Je kunt dit bedrijf niet veranderen als je dit niet met die leiding met wortel en al eruit trekt. En zo'n systeem als wat Microsoft heeft implementeert. Dus dat je echt gaat kijken van wat voor soort mensen komen er in de top van het bedrijfsleven. Het stomme is met dit soort bedrijven, dit zijn ook creatieve bedrijven. Ja. En als je in de situatie terechtkomt, en eigenlijk schetst Bobby Kotick dat ook. Als je in de situatie terechtkomt dat je bijvoorbeeld een hele creatieve producent hebt die zich kut gedraagt naar zijn werknemers. Ja, wat moet je dan? Want je hebt aan de ene kant die creativiteit nodig. En aan de andere kant wil je juist niet die asshole op de werkvloer hebben. Weet je? Ik bedoel, als je alleen maar aardige mensen rond hebt lopen en het resultaat is dat je alleen maar kutgames maakt die niet af zijn en het niet doen. Ja. Ja, dan schiet je ook niks mee op. En dat zien we ook gebeuren, weet je. Dus er is natuurlijk wel een verschil tussen iemand die gewoon fucking streng hardcore kut is. Wat managers, mijn vader zei altijd van, die was manager, die zei altijd van, als jouw personeel jou echt fantastisch vindt, dan ben je niet helemaal een goede manager, want je moet natuurlijk, jij bent eigenlijk een beetje de bullebak, weet je wel. Ik bedoel, jij moet ze wijzen, het moet af, dit en dat. Een beetje ouderwets, maar dat hoeft helemaal niet. Er is een verschil natuurlijk tussen kut zijn en sexual harassment. Ik ben het wel met je eens van, dingen moeten concreet zijn, anders blijft het heel erg hangen. Je kunt toch menselijk houden? Je kunt toch zeggen van, oké, dit is dit werk moet aan het eind van de week af. Dat is een kutboodschap. Zeker. Maar je kunt ook kijken naar iemand van, oké, wat is er aan de hand? Weet je, weet ik van, loopt dit niet, loopt dat proces niet lekker, kan het anders? Ik bedoel, in mijn ogen, een goede manager moet alleen maar de situatie, de best mogelijke situatie creëren voor zijn personeel om in te functioneren. Nou, hebben wij natuurlijk al vaker gehad, dat dit is natuurlijk... Ik heb er genoeg boeken over gelezen. Bij bijvoorbeeld banken is zo'n frat culture is ook gigantisch groot. Het is algemeen bekend. Ja. Dat is vooral heel veel je baas kont likken. Heel veel, bij wijze van spreken, kooksnuiven, feesten, dat soort dingen. Hard het is werk. Overal. Mannen, vrouwen. Ja. Ik bedoel, als vrouw wil je hoger opkomen. Dan moet je ook bepaalde dingen doen. Dat gaat net ietsje sneller. Alleen... iedereen is daar bezig maar één doel. Geld verdienen. Zoveel mogelijk geld verdienen. Dat is heilig, weet je. Dus daar zie je dat dat allemaal redelijk nog door kan gaan. Omdat al die mensen die... je gaat niet bij een bank werken als je denkt, ik doe dat echt voor de ideologie. Geld maakt mij niet uit. Ik doe het omdat banken zijn fantastisch. Nee, je doet dat gewoon omdat je fucking veel geld wil verdienen. Ik denk dat we hier te maken hebben met inderdaad die creatieve sector. Met over het algemeen een beetje een nerdy types die daar werken, die krijgen op een gegeven moment... jij bent echt heel goed, weet je wel. Weet je, ik maak jou gewoon manager, weet je wel. En manager is een vak op zich, weet je wel. Dat is uit, dan heb ik opeens macht en dit en dat. En er gaan dingen ontstaan. En als je dan niet snel als baas daarboven dat de kop indrukt... dat je zegt van, hey Willem, ik zie nou dat je bent een beetje raar aan het doen naar vrouwen. Dus dat is niet handig, weet je wel. Laten we dat even niet doen. Als je dat zoiets vindt van... Oké, maar zijn games zijn wel heel goed. Ik verdien er heel veel geld mee. Oké, laat maar lekker zitten, weet je wel. Dat is natuurlijk de keuze die gemaakt wordt. Dat is de keuze die gemaakt wordt. En dan blijft het doorgaan. En nu gaat het stuk. En wat ik vooral
kwalijk vind, is het gelieg van dat soort mensen om toch maar aan de macht te blijven en dan inderdaad dingen, nou ja, bedoel, als je kijkt naar de politiek ook van, maar dat, dat ik zeggen, je met man, dingen weg kunt komen. Ja, je komt er niet mee weg, want het komt wel naar buiten. Maar daar, je slaat een spijker op zijn kop. Wij leven in een maatschappij waarbij als je iets wil bereiken, moet je liegen. Ja. Als je kijkt naar de politiek nu, weet je, ik bedoel, als je kijkt naar Rutte, als je gewoon naar Nederland kijkt, mm-hmm. Ik wil even los van Amerika, waar het nog veel erger is, maar kijk gewoon naar Nederland. Ja. Rutte, de jongen, al die gasten die aan het liegen zijn, data aan het verdraaien zijn, shit, essentiële shit verzwijgen. Ja. Deze shit gaat veel verder dan Bobby Kotick. Dit is gewoon op dit ogenblik de dominante cultuur die je nodig hebt als je iets wil bereiken. En ik denk dat je gewoon een soort van, het keert zich tegen die mensen. En ik, weet je, Dat denk ik wel. Ik heb echt zoiets van, dat is de hoogste tijd. Mm-hmm. En ergens, kijk, ik ben nooit de grootste liefhebber geweest van dit soort grote game developers. Mm-hmm. Weet je? Nee. Maar om heel eerlijk te zijn, dat liegen zie je in alle lagen van videogames. Ik vind een groot gevoel. Ik vergeet, hoe heet die? Ik wil Jim Ryan zeggen. Dat, die jongen van No Man's Sky. Die bij elkaar liegt. Ik weet wat je bedoelt. Ja, nou goed. Die liegt bij elkaar wat de game kan. Weet je? En ik heb echt zoiets van, ja, dat doen van die valse beloftes. Gebaseerd op verkeerde aannames, verkeerde modellen. Dat is namelijk precies wat je moet doen als je die aandelenkoersen zo omhoog wil krijgen. Je moet namelijk een beeld schetsen. Volgend jaar verkopen we, gaan we 2 miljard Game Pass abonnementen afsluiten. En we gaan 100 miljoen stuks van Call of Duty verkopen. Bla, bla, bla. En die aandelen gaan door het dak heen. En het stom is, als je daar eenmaal mee begint, dan kun je niet meer terug. Nee, want dat is nu, hè, een beetje afrondend. Er zijn dus 3000 van de 10.000 hebben al gezegd dat ze weg, dat Bobby Kotick weg wil. Nou, dat is al bijna 50-50. Weg moet, ja. Dat is veel. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk een aantal aandeelhouders die al gezegd hebben dat hij weg moet. Nou, als je aandeel zo gaat en Sony en Microsoft zeggen van, nou, weet je wel, ze zeggen nog niet. Sommige mensen zeggen dat ze willen niks meer met Activision te maken hebben. Dat hebben ze niet gezegd. Maar dit is wel even van, hey dude, los je shit op, want anders, Call of Duty is wel vrij groot in Warzone. Maar we gaan het terugzien in die games. Ik zweer het je. We gaan het gewoon terugzien in die games. Er kunnen nu 2 dingen gebeuren. En Bobby Kotick heeft vandaag aangegeven dat hij would consider leaving the company if he can't quickly fix the culture problems. Dus hij zegt dus niet, dat vond ik ook, want ik las het dus verkeerd. Hè? Want ik lees het dan en in mijn hoofd vul ik de zin aan. Ik dacht namelijk dat hij zei van, als het goed is voor het bedrijf dat ik wegga, stap ik op. Nee, hij zegt, als ik het niet kan bedoelen, dan ga ik weg. Dus of hij gaat niet weg en dan denk ik dat heel veel medewerkers, dan blijft hij, dan blijf je dus met 3000 of wel misschien wel meer medewerkers zitten die daar met een kut humeur gaan zitten. Hmm. Oftewel, die games worden slecht. Of Bobby Kotick gaat weg en dan gaat die hele cultuur op de schop. En dan is ook dat hele bedrijf eventjes helemaal van de rambam. Ja. Want dan gaan er op allerlei posities gaan topmensen. Die zijn al heel veel weg. Dan zijn de games ook niet goed. Dus zeg het maar. Wat gaat het worden? Laat ik aftrappen. Ik denk dat Bobby Kotick onthoudbaar is. Ja, dat is duidelijk. Ja. En als hij is nog niet weg. Kijk, een derde van het personeel die hem weg wil hebben, de aandeelhouders die in opstand komen. Dit is einde oefening. Dit gaat gewoon gebeuren. Ja. En dit is, kijk, hij pruttelt nog wat. Ja, maar het is ook, het proces moet zijn gang gaan. Dus wat je gaat krijgen is dat de raad van bestuur nu onder vuur komt te liggen. Ja. Ik neem aan dat hij, ik weet het eigenlijk niet, maar ik denk dat hij zelf ook daar een belangrijke rol speelt. Die mensen worden uit elkaar gedreven. 30 jaar. Ja, ik dacht dat hij er pas een paar jaar zat. Nee. Echt, we hebben al helemaal in het begin van Game Kings hebben we over. Ja. Ik heb hem een keer ontmoet ook. En het, anyways. wat dat betreft denk ik gewoon van, ja, hij moet weg. Maar ik denk niet dat dat genoeg is. Nee. Kijk, dit zie je eigenlijk overal. Je ziet het bij Ubisoft, je ziet het bij Activision. Ja. Die grote bedrijven, bij 2K ook heel erg trouwens. Die bedrijven moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Ja. En hoe doe je dat? Weet je, het is bijna onmogelijk om jezelf opnieuw uit te vinden. Zeker als het zo groot is, ja. Het is te groot, maar het is ook, je zit te vastgeroest in belangen met aandeelhouders. De leiding van het bedrijf is letterlijk vastgeroest. Je moet die olietanker zien te keren. En hoe doe je dat? Want je gaat namelijk in dal door, niet alleen
gewoon qua management, maar ook qua zakelijk succes. Je gaat gewoon minder games, minder goede games. Ja, 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 ja. En weet je, nu heeft, wat heeft Activision nog wat goed is? Weet je, eigenlijk, eigenlijk alleen Warzone doet het goed. Weet je, Call of Duty valt tegen. Nee, die heeft slechter verkocht. En Blizzard heeft al zijn games voor 2022 uitgesteld. Ja, nou, dus die hebben voorlopig niks. Nee, dat gebeurt ook helemaal. Dus het, je ziet ook gewoon van in het kader van deze machtsstrijd, want dat is wat er nu aan de hand is. Ja, dit is echt een machtsstrijd. Het is een machtsstrijd. Zie je ook gewoon van ja, dat hele bedrijf gaat onderuit. Dus ik denk dat die 20% aandelencorrectie, dat is nog niks. Nee. Want zometeen gaat de machtsstrijd zich in de media uitspelen. Dat zie je eigenlijk nu al. Dat is al. Ik bedoel, hoe de fuck komt de Wall Street Journal aan documenten van Bobby Kotick, zo'n persoonlijke e-mail. Omdat mensen pissed off zijn. En het doorsturen, precies. Ja. Dus dat zie je van de machtsstrijd gaat zich nu uitspelen in de media. Ja. Het bedrijf is groot genoeg om op te vallen, dus dan ga je dat zien. Het is ook een van die bedrijven wiens aandelen altijd mee zijn gegaan in die tech-bubble die je hebt in Amerika. Ja, ze waren het grootste gamingbedrijf in puur gamingbedrijf. Want Xbox is natuurlijk Microsoft is groter, maar puur gamingbedrijf. Ja. Dat is nu niet meer. Nu is het Roblox. En dat zijn van die kleine dingen die liggen heel gevoelig. Dat je opeens niet meer het grootste gamingbedrijf bent. Maar ik vind dat zegt helemaal niks. Nee, maar voor aandeelhouders nou, wel, weet je. Want dat is altijd van wij zijn het grootste game. In één keer ben je er niet meer. Dat ja, is maar je schaam, kijk, ja. Dit is gebaseerd op market cap. Ja, dus ja, het nee, is bedoel, ja, hoeveel aandelen zijn er? Wat zijn die aandelen? Wat? Ja. Nou, mensen verwachten dus heel wat van Roblox. En ik heb zoiets van, ja, het is al lang over het punt heen. En dat zie je bij heel veel van dat soort dat soort kleine bedrijven. Maar goed, kijk, Activision is een moloch. Het is een gigant. Ja. Ze hebben een aantal franchises die heel waardevol zijn. Maar er komt op dit ogenblik helemaal niets uit. Nee. Dus ik denk, dit zou een goed moment zijn om de pijn te slikken. Nog een keer. Of eigenlijk de hele top eruit te flikkeren. Ja. Ook het management bij de verschillende gamepartijen en de developers te vervangen. Proberen daar creatief talent neer te zetten. Ja. En op de koop toe te nemen dat sommigen misschien nog moeten gaan zoeken naar wat is de perfecte vorm van zo'n game. Ja. Dat moet ook opnieuw gedefinieerd worden. En weet je, slik die 50% correctie in je aandeel, in je market cap. En ja, het is kut, maar zo so be it. Alleen op die manier kun je als bedrijf opnieuw jezelf neerzetten. Dat is wat je hoopt, maar dat is niet wat je denkt. Dat gaat gebeuren. Nou, dit gaat uiteindelijk gebeuren. Dit is onvermijdelijk. Die creatieve vernietiging, zoals het heet. Schumpeter heeft dat ooit beschreven. Creative destruction. Dat elk bedrijf moet dat op een gegeven moment doormaken. Op het moment dat de resultaten achterblijven. Ja, hier gaat het ook gebeuren. De vraag is, het kan op twee manieren gebeuren. Het kan enigszins gecontroleerd gebeuren. Ja. Doordat er iemand is die het proces vormgeeft. Of het kan gewoon echt op dramatische manier in elkaar klappen. Ja. En als je kijkt van ja, wat is een voorbeeld van waar het goed gebeurd is. Dan zie je bijvoorbeeld dat is bij Nintendo gebeurd. Mm-hmm. Dus na de Wii U, weet je, de Wii U was een flop. Zakelijk gezien. Het bedrijf moest zich opnieuw neerzetten. Iwata was overleden. Ja. Hoe gaan ze dat doen? Nou, dan merk je gewoon dat er van binnenuit mensen doorschuiven, dat het proces vorm wordt gegeven en dat het er gewoon anders uitziet. Ik moet wel zeggen, het is een andere situatie, want de leiding van het bedrijf zit ook zelf in de raad van bestuur, dus ze zijn zichzelf aan het controleren. Dat betekent dat je niet dit soort publieke oorlogen krijgt. Nee, maar ik weet ook niet of de Japanse media zoveel of dat heel erg Japans is om zomaar naar buiten te gaan naar kant. 100%, ja, absoluut. Okay. Dat zou zeker gebeuren. Maar die bedrijven zijn natuurlijk wel wat geslotener dan hier. Maar goed, ook daar heb je dat soort schandalen, hoor. We gaan dit volgen. Wie weet, volgende week hebben we wel geen Bobby Kotick meer. We gaan het zien. Dan gaan we even naar Battlefield 2042. Is uitgekomen vorige week. Nou, de review heb je natuurlijk uitgebreid bekeken. Niet overwegend positief, volgens mij. Ik was er negatief over. Het is weer een launch die gewoon niet af is. En hij is op de PC, op dit moment op Steam, one of the worst reviews met 29.000 negatieve reviews. Alleen eFootball van Konami, wat echt onspelbaar was, dat staat er nog onder. Rough launch, broken vehicles, bad hitboxes, shoddy PV performance, bullet registration issues, bladibladibla. Ja. Die games zijn gewoon niet af. Ja. En ja, weet je wel, ik snap het ook wel. En ik heb er ook wel eens discussie over met de industrie. En ja, weet je wel, het is lastig en het zijn dure games. Ik snap dat ook allemaal wel. Ja, en toch blijf ik me gewoon verbazen over waarom
waarom stellen ze dit gewoon niet uit? Ja. Totdat het goed is. Waarom brengen ze het uit onder het motto, ja, we patchen het dan wel recht. Want je patcht het misschien over 2 jaar wel recht. Maar je playerbase is nooit meer dat wat dat zou kunnen zijn. Ja, nou ja, er is ook altijd een concrete aanleiding. Kijk, zo'n game heeft een bepaalde planning. En dat bedrijf is dan op een gegeven moment niet meer in staat om van die planning af te wijken. Nee. En dat die planning heeft te maken met de release van Call of Duty. En het bizarre is dat waarschijnlijk Call of Duty te maken heeft met de release van Battlefield. Dus dat ze elkaar zitten op te jagen, terwijl allebei die games gewoon kut zijn. En dat, of kut, weet je, ik bedoel op een andere manier, niet helemaal te vergelijken, maar, nee. Maar Battlefield is absoluut gerust en het is wat dat betreft, het is gewoon treurig. Is dat dan ook gewoon, weet je, weer dat balans, hè? Het einde boekjaar, weet je wel, einde, nee. Dat het op die balans, want anders heb je gewoon weer geen goede winstmarge? Of? Nee, eerder Thanksgiving en de eindejaarshype die verwacht wordt, dat speelt toch nog altijd een rol, hoewel al meerdere keren is bewezen dat dat helemaal niet zo'n grote rol speelt als gedacht. Ja. Ik bedoel, een goede game verkoopt altijd en zeker een game van dit kaliber. Mm-hmm. Kijk, wat er echt schadelijk is, is dat Battlefield was al stervende, weet je. Ik bedoel, Battlefield 5 was te veel van het goede. Weet je? Dat Battlefield 1 kreeg nog veel van de slack die was opgebouwd met Battlefield 4. Ja. En dat is een interessant gegeven, hè? Dat je eigenlijk altijd vertraagt altijd een beetje. Het vertraagt altijd één deel. Weet je? Dus als een game goed is, dan zal het volgende deel ook nog wel goed verkopen, ondanks zelfs als die game slecht. Maar als die game slecht is, zal het de deel daarop slecht verkopen, ook al is die game goed. Mm-hmm. Dus er is altijd een vertraging van één deel. Ja. Nou, wat we nu zien bij Battlefield is eigenlijk de vertraging die optreedt na Battlefield 5. Want Battlefield 5 was al een stuk minder dan Battlefield 1. Er klopte van alles niet aan. Ja, en nu krijg je dit. Deze game is en slecht en heeft te maken met de negatieve erfenis van Battlefield 5. Ja. Ja, dat is gewoon een dubbel whammy. En de hoop, je ziet het ook. Mensen zijn zat gewoon. Ja. Mensen worden echt boos. Er wordt ook veel gerefund. Heb ik ook al wat mailtjes en tweets gehad van de community. Dat die weg hebben ze dankzij Cyberpunk nu weten te vinden. Gewoon refunden. Ja. Dat is allemaal niet handig. En ik blijf dat gewoon moeilijk vinden. Wat ik ook zoiets heb van het hele voortraject werden we weer blij gemaakt met, het zou de meest spectaculaire grote open wereld ooit worden, bladibladibla. En ja, dat werkt ook steeds minder natuurlijk. Hè? Dus natuurlijk prikken wij er ook wel doorheen. Maar je hoopt toch. We hebben nog geen verkoopcijfers. Daar ben ik natuurlijk ook heel benieuwd naar. Van Call of Duty weten we dus dat die 40% minder waren. Fysiek en online. En met name online is dan schokkend. Want eigenlijk was fysiek ging sowieso al naar beneden. Maar dan ging online weer naar boven. Maar online is nu ook gedaald. Ja. Kortom, mensen zijn er gewoon niet meer zo happy bij. Ik ben benieuwd hoe dat met Battlefield gaat. Dan gaan we naar Rockstar. Ja, dit vind ik ook weer opzienbarend. Verbazend. Ik probeer het even te openen. GTA Trilogie. Ja. Game was niet goed. Duidelijk. Ja. Kunnen we helemaal niks meer. Kunnen we niks van maken dat het goed of slecht was. Daar hebben ze nu officieel excuses voor aangebracht. Oh ja? Rockstar heeft sorry gezegd. Rockstar, hi everyone. We want to provide an update regarding the unexpected, hè? Ik moet dan lachen. Maar goed, unexpected technical issues that came to light as part of the launch of Grand Theft Auto the Trilogy, the Definitive Edition. Firstly, we want to sincerely apologize to everyone who has encountered issues playing these games. The Grand Theft Auto series and the games that make up this iconic trilogy are as special to us as we know they are to the fans around the world. The updated version of these classic games did not launch in a state that meets our standards of quality, or the standards our fans have to come expect. Nou, dan gaan ze zeggen, dat gaan we allemaal goed maken. Maar dan denk ik bij mezelf, dude, dit zie je toch van tevoren dat dit niet goed is? Bedoel, als ik het binnen een seconde zie dat dit niet goed is, dat het buggy is of dat dingen niet opstarten, dan zie je het ook. Waarom breng je dit uit en ga je dan een mailtje maken of een tweet of op social media zeggen, it was unexpected. Hoe dan? Ze hebben het niet verwacht. Ze hadden gedacht, iedereen vreet onze shit altijd. Ja, maar altijd. Dat is het. En daarom dus. En waarom zouden ze nu gaan klagen? En nu gaan ze klagen. En dan zien ze van, oh, dat was unexpected. Dat jullie niet blij zijn met het resultaat. Ik echt bizar. Misschien ben ik daarom ook wel geen marketeer of zo. Maar dat kan niet. Nee. Ik vind het raar. Ik vind het ook niet. Je neemt mensen dan niet helemaal serieus. Natuurlijk nemen ze de mensen niet serieus. Nee. Dan kan ze geen flikker schelen. Ze gewoon hopen dat, misschien komen we er mee weg. Of ja, nee, maar tuurlijk, dit is gewoon kut. Weet je? En dat,
Het pijnlijke is, het is de vraag of Rockstar nog wel Rockstar is. Ja, nee, daar had je het net ook al over. Ja, van ook hier weer dat grote bedrijf, al die belangen die er... Mensen die weggaan, de beslissing om dit niet door Rockstar te laten maken, maar door een studio die eigenlijk alleen maar mobile games maakt. Kijk, aan de ene kant heb je zoiets van, ja, natuurlijk, het is GTA, het zijn oude games, en weet ik veel, weet je. Maar waar het nou werkelijk om gaat, is dat, je moet je voorstellen, weet je, ik bedoel, we hebben jarenlang werken we samen met Rockstar. Dus ik weet dat zij, weet ik veel, elk artikeltje wat we ooit hebben geschreven over die games, dat moest vertaald worden in het Engels en naar Amerika doorgestuurd worden. Ja. En Sam of Dan Houser of god weet wie, die las hoog persoonlijk al die reviewtjes door en die wilde precies weten wat er aan de hand was. Ja. Het idee dat iemand die zo bovenop de beleving van zijn content zit, dit soort scheid zou laten uitbrengen, dat is ondenkbaar. Ja, nee, dat is echt absoluut ondenkbaar. Ja. Dat betekent dat er iets veranderd is bij Rockstar. Weet je? Ja. Dat betekent echt dat, dit is gewoon van, oh, fuck it, verkoop het maar, want dan hebben we nog wat omzet in dat vierde kwartaal. Ja, omdat natuurlijk die next gen die is ook uitgesteld, dus dan precies om dat gat dan te vullen. Ja, god weet wat er aan de hand is, maar dat is, kijk, uiteindelijk dit wordt gewoon gedaan omdat er toch bepaalde financiële targets gehaald moeten worden. En op zich neem ik ze dat nog niet eens kwalijk. Natuurlijk moet je geld verdienen als bedrijf. Ja. Daar is niks mis mee. Maar het idee dat je dus gewoon maar een, weet ik veel, een 25 jaar oude game neemt en die met nog twee andere games op een disc pleurt en het uitbrengt en zegt tada, weet je, geremasterd. Ik bedoel, het ziet er amper beter uit. Weet je? En als je dan kijkt wat voor fantastische mods er zijn gemaakt door die community en daar doe je niks mee. Ja, ik weet niet, dan ben je gewoon niet bezig met je community, maar dan ben je gewoon bezig met onzin, met bullshit. De mods hebben nu dit sneller voor elkaar gekregen. Dus alweer gemaakt. Dus die mods zijn alweer bezig om het te maken. Wat dan ook, ja, het is bijzonder humoristisch. Het zou humoristisch zijn als het niet zo pijnlijk is. Ze hebben dus die game trilogy hebben ze uitgebracht en direct hebben ze alle oude games, dus de originele games, die kon je niet meer kopen. Ja. Nu hebben ze gezegd, daarom hebben we nu weer de oude games te koop gezet voor jullie. Oké. Okay. En dan denk ik van, dat is een beetje een soort van Black Friday-achtig van, dan zie je opeens van, een tv was €1400 en in één keer is die €1700 opeens vanuit het niks. En dan Black Friday van €1700, nu voor €1400. Ja, precies. Ja. Van, eerst neem je het ons af, weet je wel, omdat je wilt dat we dit kopen. Vervolgens pikken we dit niet en dan zeg je van, maar je kan de oude weer kopen. Ja. Tof, toch? Ja. Ja, ik denk echt van, ja, misschien trappen mensen er ook weer in. Het is echt bizar. Deze wereld is steeds raarder aan het worden. Mensen trappen hier wel over het algemeen in. Ja. De laatste is even leuk. Dat gaat over Nintendo. Nintendo is natuurlijk ook een groot bedrijf. En een Japans bedrijf. Andere bedrijfsvorm. Andere bedrijfscultuur. En er is nu een heel interessant artikel verschenen over waarom de GameCube is geflopt. Wat daar mis is gegaan, terwijl het wel een iconische, voor veel mensen een iconische console is. Nou, allemaal oud-medewerkers van Nintendo, die vertellen daar heel leuk over. En er zat een heel leuk fragment in. Dat ging er over de bedrijfscultuur. En Iwata, die heeft die bedrijfscultuur al, dat was de eerste die dat ging veranderen. Die ging naar Amerika toe. Hè. Eerst was het echt heel gescheiden. Dat was echt Japans. En zij bepaalde alles. En dat botste gewoon af en toe. En Iwata is daarmee begonnen. Die ging echt naar Amerika toe. Die ging luisteren naar die mensen die daar de games maakten, hoe dat ging werken. En dan zegt meneer Kaplan, en meneer Kaplan, daar hebben we een tweet van. En die gaan we even, want dan moet ik hem even voorlezen. Daar is die. Het gaat om de tweede alinea. Hij zegt van, ja, met Iwata, dat was tof, weet je. Hadden we een connectie met elkaar. Dat was ook met Reggie VM. Die werkte daar toen, die was ook heel goed. It was a different time. En dat ging echt daarvoor. Kaplan reminisced. For example, I do remember that all of our birth dates were examined before we were hired in the 90s. They looked at your birthday and if you had one that was considered unlucky, you wouldn't have gotten hired, even though we worked in America. Wow. Ja, dat is dan wel grappig. Hè? Dat is dan weer die typische Japanse de symboliek van getallen en wanneer je geboren werd. Daar letten ze dan op. Dat is nu natuurlijk nu helemaal anders. Het is wat meer verwesterd. Maar dat vind ik wel grappig, dat je gewoon niet gehuurd wordt omdat je een unlucky, dan ben je echt een lul in Japan. Dan wil niemand je. Ik denk eigenlijk dat een bedrijf zoals Nintendo zijn eigen soort van idee heeft over wat dan lucky birthdays zijn. Dus niet dat als je bijvoorbeeld op, 31 april jarig bent, ik zeg maar wat, dat je dan nergens aan de bak komt.
Nee, dat zou kunnen. Ik ben zelf nooit in Japan geweest. Maar ik voel wel, als ik erover lees, dat daar op een hele andere manier ook wordt van wie is goed voor je bedrijf en wie niet. Dat op een andere manier... Dat is het absurde van, als we het hebben over toxic bedrijfscultuur. We hebben laatste keer dat we in Japan waren, hebben we natuurlijk wat interviews gedaan. Ook met Nederlanders die daar werken. Ja. En dat die echt zeggen van, het is echt heel erg moeilijk. En in de zin dat... Als hiërarchisch en je gaat niet eerder weg dan je baas. Maar alleen dat al. Je gaat niet naar huis voordat je baas naar huis is. En die baas die zit er gewoon tot 10 uur 's avonds. Maar dat is in Amerika ook. Hè? Bij banken en verzekeringen en advocatenkantoren dan dat moet je niet doen. Je wacht echt tot je... Als je manager niet naar huis is, ga jij ook niet naar huis. Nee, maar niet zoals in Japan. Nee, dat als jij kinderen hebt, weet je, dan ga je gewoon naar huis om 5 uur. En nee. Maar goed, whatever, weet je. Ik bedoel, daar kies je denk ik voor als je in Japan werkt. En de meeste Japanners klagen daar ook niet echt over. Nee. Het is ook gewoon letterlijk een andere werkcultuur. Andere werkcultuur. Je leven vindt plaats bij op je werk. Ja. Waar bij ons. En je kinderen doe je erbij. Ja, misschien of misschien is er geen tijd meer voor een carrière als je kinderen hebt of weet ik het. Maar ja. Geen idee, maar het is gewoon anders. In ieder geval, your lucky date. Goed, nou, dat was hem dan. 45 minuten aan Piepshow voor jou om te beluisteren. Je weet in de comments, ik ben benieuwd wat je vindt van de hele... Nou, laat het zeggen, Bobby Kotick, zit hij de volgende week bij de Piepshow? Zit hij erbij? Zit hij hier? Is hij dan gewoon, is hij gewoon vrij? Zegt hij van, ik need a new job. We vliegen hem in. Of zit hij gewoon nog bij Activision als triomfator en zegt hij, ik ga alles oplossen, jongens. Nou, dat komt helemaal goed. In een week gebeurt dat niet. Dus. Nee? Oké, in een week gebeurt het niet. Nou goed, we gaan het allemaal meemaken in de Piepshow.